Nee, ik ben er super blij mee en ik heb er super veel zin in. AZ is een van de grootste clubs uit Nederland en je ziet dat ze met het jaar nog steeds aan het groeien zijn. En ik heb er super veel zin in, dus ik kan niet wachten om te beginnen. Hoe was het eerste contact gelegd tussen beide clubs, Chelsea en AZ? Ja, eerlijk gezegd kreeg ik het van mijn zaakwaarnemer te horen dat AZ interesse had. En ja, zodra hij mij dat had verteld, dacht ik al gelijk van ja, is toch wel een goede stap voor mijn ontwikkeling. En ja, het is toch wel een goede club in Nederland en ik ben er super blij mee. Vorig jaar speelde je nog bij Ajax, bij Jong Ajax. Daar is het niet helemaal uit de verf gekomen. Heb je dan misschien nu een soort van revanchegevoelens? Wil je opnieuw bewijzen hier in Nederland? Nee, ik heb geen revanchegevoelens. Ik wil me altijd bewijzen waar ik ben. Dus of het nou in Nederland is of in een ander land, waar ik ook speel, daar wil ik me bewijzen. Dus ja, ik kan niet wachten om te beginnen. Hier in Alkmaar krijg je misschien wel een lastige kluif op linksachter, want Owen Wijndal, een van de betere linksachters in de Eredivisie, staat ook op die plek. Kijk je uit naar die concurrentiestrijd met hem? Ja, ik kijk er wel naar uit. Ik ken Owen goed. We zijn goede vrienden. En ja, zo gaat het nou helemaal in het voetbal. Concurreren voor je plekje en ja, gewoon het beste van maken. Er zijn geen beloftes gemaakt hier bij AZ aan jou. Nee, op zich niet, maar daar zit ik ook niet op te wachten. Ik wil gewoon ja, krijgen wat ik verdien, zeg maar. Dus als ik het goed doe, dan hoop ik dat ik mijn plekje in de basis krijg.